Lex, heb je vanavond 2 punten laten liggen? Ja, eigenlijk wel. Tuurlijk, vooraf zeg je, NAC thuis moet je winnen. En dat gevoel had ik op een gegeven moment ook 10 minuten voor tijd. Dat ik tegen de ploeg zei van, ja jongens, kom, we gaan nog 1 keer gewoon echt druk zetten. En gewoon met z'n allen naar voren toe. Ja, ik wil die wedstrijd gewoon winnen. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook bij jezelf denken van, ja, een punt. Ja, moet je dan ook dan maar houden thuis en niet alsnog verliezen. Want dat, ja, dat zou helemaal zuur zijn. Jullie kwamen vrij snel achter. De mazzel is dat je binnen 5 minuten weer op 1-1 komt. Ja, tuurlijk. Maar ja, je speelt thuis en je gaat druk zetten. We hadden ook de betere van het spel. En waren ook meer balbezit hadden we. We waren meer op de helft van de tegenstander. Ja, gelukkig scoorden we dan inderdaad na 5 minuten ook die 1-1. Maar ja, uiteindelijk moeten we dan ook doordrukken als ploeg zijn. Dan moet je ook 2-1 en 3-1 maken. Ja, zat niet mee vandaag in de balletjes. 2 keer op de lat. Een paar kleine kansen die we nog missen. En, ja, dat is wel wat in het vervolg beter moet. Want dit soort wedstrijden moet je gewoon winnen. Ja, de kansen die je dan afdwingt, die moet je dan ook maken. En dan ga je zo'n wedstrijd winnen als vandaag. En dan, ja, dan krijg je gewoon hele andere wedstrijden. Ja, dan wordt het wat makkelijker voor jezelf als je ook die 2-1 en die 3-1 maakt. En ja, nu blijf je die vechten tegen een wedstrijd of tegen een ploeg waarin die constant terugzakt. En lukt het vandaag niet helaas. Wat me vooral opvalt is dat de voortzettingen vanaf de zijkanten een paar keer worden buitenspelers goed weggestoken, zeg maar. Alleen de vervolgpaas komt dan weer niet aan. Ja, maar ja, dat heeft ermee te maken. Omdat wij natuurlijk op een gegeven moment, wij hebben zulke snelle buitenspelers, die zijn weg. En dan, ja, de bezetting voor de goal, daar is meestal maar 1 of 2 man voor de goal. Want als wij Geraldo Becker wegsturen, die is zo verschrikkelijk snel. Ja, en die moet hij nog wel eens wachten op met de bal. En die moet soms nog wel eens wachten totdat daar mensen voor de goal zijn. Want ja, sommigen zijn hij is zo snel. En ja, wij moeten ook bijsluiten. En ja, soms ben je maar met 1 of 2 man voor de goal. Ja, en dan komt die voorzet en dan komt hij wel eens ergens bij waar niemand staat. Ja, en dat... Ja, het moet beter, maar ja, dat is niet anders. Tweede helft komt er een voorzet. Je klimt omhoog. Ik tel hem al. Ja, nou ja, de bal was diagonaal ingekopt. De bal valt echt op de lat. En ja, dat zijn wel momenten waarin je... tuurlijk. Ik dacht ook dat hij erin ging, maar... Ja, dat zijn wel momenten waar je dan even het geluk moet hebben dat zo'n bal erin valt, weet je. En dan, wat ik zeg, dan gaat zo'n wedstrijd ga je wat makkelijker. Die speel je dan wat makkelijker, dan kom je voor. En ja, dan moet NAC komen, dan lok je ze wat meer uit de tent. Want ja, ze waren natuurlijk al heel erg gepositioneerd achterin. Ze stonden echt als een blok. En voor ons was het gewoon heel lastig om daar doorheen te komen. Ja, en dan moet je dat soort momenten, moet je even wat meer geluk hebben dat die erin valt. Je gaf het net zelf min of meer al aan. Op een gegeven moment dan moest je ook tevreden kunnen zijn met een punt. Had je ook nog de angst dat wellicht via een sneaky counter hun nog de 3 punten zouden meenemen? Nou ja, dat is wat ik de laatste 10 minuten zei tegen de jongens. Van nog 1 keer naar voren, 1 keer proberen te winnen. Of die goal proberen te maken. Maar je houdt natuurlijk ook in je achterhoofd. Ik zei ook tegen Tom en tegen Willy van, joh, wees scherp en zorg dat je boven op je vent zit. Want ja, we moeten hem niet nog tegenkrijgen. En ja, je hoort het publiek natuurlijk ook zingen, alles of niets. Maar... Ja, we hebben liever dat punt dan dat we helemaal niks hebben. En natuurlijk liever hebben we alles, maar ja, soms moet je een punt koesteren. Tot slot, wat voor gevoel hou je nou over aan deze avond? Ja, wat hou je over? Ja, toch wel een klein beetje teleurstelling. Wat ik zeg, als je iets meer geluk hebt, win die wedstrijd. En dan is het lekker, dan heb je 3 punten. En dan poets je die wedstrijd van afgelopen zondag tegen VVV ook weer weg. Maar ja, nu sta je met een punt en dat is voor je gevoel te weinig. Dankjewel.